Voordat deze vlog gaat beginnen wil ik je nog even wat vertellen. Ik ben namelijk net als vorig jaar weer aanwezig op het Horse Event 2018. En ik heb er echt mega veel zin in. Ik ben alleen aanwezig op de zondag. En ik zal daar gewoon de hele dag rondlopen. Gewoon als bezoeker. En ja, dus als je het leuk vindt en als je me tegenkomt mag je natuurlijk zeker altijd komen. Ik ben heel erg benieuwd of jullie ook gaan. Laat zeker even in de reacties weten of jullie ook gaan en welke dagen. Ik ben er alleen helaas de zondag. Maar ik heb er wel mega veel zin in. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal daar te zien. Nou, hoor je wel, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik op stal met Noah. Wij komen uit school en we hebben pizza's gehaald. Want we gaan pizza's eten. En daarna ga ik iets met Nerf doen, ik weet nog niet echt wat. We hebben nu first of all pizza's in zitten. In onze leuke oven. Dus ja, dat gaan we doen. Wij hebben onze pizza. Die van mij is straks bijna op en die van jou ook. Thuis en ik heb niet zo super veel met Nerf gedaan. Het ging heel erg slecht, want ik had niet echt lekker kunnen inrijden. Ik moest weer heel erg op tijd naar huis. En we hadden de tijd een beetje soort van vergeten, dus we moesten echt heel snel. Dus ik had nog een kwartiertje om te rijden. Dus ik heb maar gewoon een beetje gedraafd en niet eens echt lekker goed warm gestapt. Want ik wilde eigenlijk proberen weer wat een beetje mijn nek erop te rijden. Maar ik had gewoon niet de tijd lang genoeg om dat rustig op te bouwen. Dat ik helemaal, laat maar zeggen, zonder teugels en zo kon. Dus het was gewoon eigenlijk een beetje niks. Nou ja, aangezien ik eigenlijk vandaag een vlog wilde maken, maar dit veel te kort is, dacht ik, hey, ik ga gewoon nog een dagen vloggen. Het is geen weekvlog, maar gewoon een paar dagen vlog. Een paar daagse vlog, zo noem je dat. Gewoon een vlog van wat meer dagen. Morgen moet ik ook naar school. En daarna is mijn plan ook om naar Nerf te gaan. En ja, dat ga ik gewoon doen. En ja. Nou, het is vandaag donderdag en ik ben net aangekomen bij de paarden met mijn scooter. Ik ben namelijk uit school gekomen. En Nervie die staat in de wei. Daar zo. En ja, ik was natuurlijk laatst al begonnen met Noah, met filmen en vloggen en zo. We hebben niet zoveel gedaan. En ik dacht, nou, het is wel leuk om wat meer te gaan filmen. Qua dag, het is niet echt een weekvlog, maar het is maar een beetje zo'n vlog van een paar daagse vlog of zoiets. En ik heb mijn rijkleding heb ik hier liggen. Die heb ik gewoon in de kantine. Want ja, ik heb natuurlijk nu een scooterrijbewijs. En dat betekent dat ik gewoon
ja, eigenlijk op de scooter naar school kan. En mijn school, echt letterlijk, als ik soms naar school rijd, dan kom ik langs, eigenlijk bijna langs Nervion. Dus het ligt net mooi op mijn route. Dus ik kom net uit school. En dan rijd ik letterlijk echt gewoon eigenlijk naar huis. En op de weg, dan neem ik even een tussenslag naar Nerf. En dan rijd ik weer naar huis. Dus zo handig. Maar ja, ik moet natuurlijk altijd als ik naar school ga al mijn spullen meenemen. Maar ja, meestal laat ik hier gewoon mijn rijkleding liggen. Ik heb hier een broek en een shirt en een paar sokken liggen. En ja, soms neem ik ook gewoon mijn spullen mee in in de kofferbak, laat maar zeggen, van de scooter. En vandaag ga ik met Nervion rijden, denk ik. Eigenlijk was het in eerste instantie namelijk niet de bedoeling dat ik vandaag überhaupt naar Nerf zou gaan. Want meestal ga ik op donderdag niet, want ik heb dus donderdag eigenlijk al best wel lang les, tot 10:04. En dan s'avonds moet ik nog trainen, of voor de acro, laat maar zeggen. Dus dan denk ik van ja, weet je, heeft vandaag vrij en zo. Maar ik had de laatste 2 uur uitval, zo. Dat gaat helemaal goed. En ja, daardoor kon ik dus vandaag wel. En morgen ga ik meestal ook, want morgen ben ik om 14:45 vrij. En dat was ik vandaag ook. Dus dat was wel weer mooi. Maar ik wil nog een keer een weektraining maken, zodat je precies kunnen weten van joh, hè, wat doe je nou in een week? Wat ga je doen? En ja, weet je, dat zal natuurlijk altijd wel verschillen, want ik doe nooit hetzelfde. Maar het leek me wel een keer leuk om dat op te nemen. En even kijken of de stallen. De stallen moeten ook gedaan worden, want ze staan natuurlijk binnen om vaak even wat te eten. Fibra krijgen ze dan en dan gaan ze weer naar buiten. Dus ik ga eerst even naar oma toe. En daarna ga ik even mijn rijkleding aantrekken. Oké, ik heb toch besloten om Nervie even lekker te gaan poetsen in plaats van te rijden, want ik ben best wel moe. En ja, het is ook weer mijn eerste schoolweek en ik heb vanavond nog training. En ik heb best wel veel huiswerk, want de werkdruk in de vierde klas is toch best wel wat hoger dan ik verwacht had. En paard staat hier al. Ja, het is toch best wel een beetje hoger. Er wordt heel veel van je verwacht natuurlijk, want ik zit in mijn examenjaar nu. En dat betekent dus ook heel veel ja, huiswerk bijwerken en eigenlijk al mijn kernvakken. Dus Nederlands, Engels, wiskunde. Hebben allemaal een uur extra gekregen. En mijn extra vakken die ik heb gekozen, hebben ook allemaal nog een uur extra gekregen. Dus ik maak wat meer uren dan wat ik afgelopen jaren heb gemaakt. Maar dat betekent ook dat ik eigenlijk. Eigenlijk voor elke dag heb ik weer hetzelfde vak. Ik heb bijna 5 dagen achter elkaar hetzelfde vak. Dus dat betekent ook dat ik dan het huiswerk daarvoor ook af moet hebben. Gelijk voor de volgende dag. En soms heb je natuurlijk van die dagen dat je heel weinig tijd hebt. Omdat je bijvoorbeeld moet sporten of dat je naar je paard moet of iets. Dus dat heb ik ook. En ja, maar het moet wel af zijn. En het is ook best wel veel wat we nu af moeten maken, continu. Dus ja, ik dacht van weet je, ik ben gewoon een beetje moe. Ik ga even lekker rijden. Nou, niet rijden bedoel ik, lekker poetsen. En Nervie. En Nervie heeft zoveel last van de vliegen. Het valt hier binnen gelukkig mee, maar buiten is het echt verschrikkelijk. Dus ik ga hem gewoon even lekker poetsen. En deze vlog zal waarschijnlijk nogal wat langer worden. Dus ik zal waarschijnlijk nogal wat dagen filmen, omdat hij anders een beetje kort is. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. Nervion net weer even in de wei gezet, want hij is klaar. En ik ga ze nog even wat eten geven en dan ga ik weer naar huis. Ze krijgen gewoon Fibra, zoals jullie misschien wel weten. En dat gooi ik gewoon naar in de bak. En dan ben ik ready to go om te gaan. Even de bak openmaken. Hier zit een ton vol met Fibra. Niet heel erg interessant, denk ik. Maar dit krijgen ze natuurlijk bij ons te eten. En we hebben hier zo een bak met brokjes. Dat kan ik ook even laten zien. Even die emmers aan de kant doen. Dit zijn namelijk iets van suikervrije graanbrokjes. En daar krijgen ze ook altijd een klein beetje van. En dat zijn van die brokjes waar je paard niet echt heel erg dik van wordt. En waar eigenlijk gewoon niet zoveel suiker zit. Want vaak heb je met zulke brokjes vaak dat het vaak voor sportpaarden is. Er zit best veel suiker in en dat soort dingetjes. Dus ja, weet je, Nervie traint toch niet zo heel erg mega intensief. Dus Fibra's. We zijn toen overgestapt op Fibra. En daar zitten namelijk alle vitamine en mineralen wat een paard nodig heeft zitten in. En daarnaast geven ze nog een klein beetje als lekkerheid een beetje de brokjes ertussen. Want vinden ze gewoon super lekker. Dus daarom geven we dat.